Maar mag ik mijn telefoon nog terug? Ja, één moment. Sorry man, dit is heel vervelend. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als maar met de boek komen. Deze week in Geldrovers hebben we weer twee nieuwe uitdagers. Wick en Robert. Ze durven de uitdaging aan. Ik zou zeggen, kom maar op jongens. Wij dagen jullie uit om met de mobiel van een vreemde zo lang mogelijk te bellen op straat. Met de mobiel van een vreemde zo lang mogelijk proberen te bellen. Oké. En hoeveel geld willen jullie spelen jongens? 50 euro. De regels zijn simpel. Je moet zo lang mogelijk proberen te bellen met de mobiel van een vreemde. Zodra die wordt opgehangen, ben je af. Succes jongens. Oké, boys, even kort de spelregels. Iedereen krijgt één poging. En daarna tellen we de pogingen van elk team bij elkaar op. Het team met de hoogste tijd, die wint. Simpel is dat. Heb jij wat? Ja? Moet ik het doen? Heel goed. Wat wordt je verhaal? Het verhaal dat ik iets van een sollicitatiegesprek heb, dat ik de weg niet kan vinden. Ik bel jou. Ja, jij belt mij. Ik en probeer vragen terug te stellen. Maak het mij ook heel chill makkelijk. Ja, ik ga het doen. We moeten deze 50 euro pakken. Het is wel heel lastig om meteen raak te schieten, zeg maar. Het moet wel echt meteen een goed iemand zijn. Sorry, zou ik jou wat mogen vragen? Ja, tuurlijk. Oké, Niels heeft weten. Ik ben op zoek naar een sollicitatiegesprek, maar ik ben mijn telefoon helemaal vergeten. Zou ik 1 seconde met jouw telefoon mogen bellen? Ja, natuurlijk. Oh, top. Yo, Nilla. Hi, Joost. Ik sta op de Dam. Oké, belangrijkste is dat je als eerste secondes gaat pakken. Pak secondes. Ik kan het alleen niet vinden en ik was mijn telefoon vergeten, dus ik sta nu even met iemand anders telefoon te bellen. Oké, je moet nu zoveel mogelijk tijd rekken, Mattie. Wat zei je? Doe gewoon alsof je er niks van begrijpt. Oké, ja. Ik zei heel slecht, begin ik hier. De Zuidas. Kan je het uitleggen? Hij zit nu op minuutje 5? 5 minuten, ja. Oké, Niels, je moet heel veel doorzetten. Heb je iets van een exact adres anders? Oké, Niels, geen adres geven. Apollolaan 34. Hij geeft een adres. Niels, lul hier uit, ouwe. Verzin iets, kom op. Oh, jij wil misschien een taxi bestellen voor me. Hij is nu aan het vragen of hij een taxi voor me kan bellen. Ja, maar ik ga een Uber nemen hoor. Maar... Een Uber? Ja, een Uber. Ouwe, goed idee, een Uber. Oké, ik ga blijven hangen. Ik ga even heel langzaam zoeken naar een Uber. Oké, cool. Blijf hangen. Wacht. Naar Amsterdam Zuid is wel eventjes van dat is, hoor. Dat is een end. Ja? Oké, joe. Maar goed, ga ik dat doen. Heel erg bedankt. Ja, succes. Top, hè? Sorry dat het wat lang duurde. Nee hoor, geen okay. Doei. 7 minuten 20, oude baas. Ja, maar volgens mij is het net iets te kort, man. En ja? Zorn, luister, we stonden te tellen. We dachten, jezus, nou niet op. Duurt maar, dat duurt maar. Maar ze zat zo en ze wilde hem nog niet afpakken, maar ik had gewoon te erg met haar te doen. Ik vond het hier echt een fucking goede prestatie. 7 minuten 20 om te bieten. Wie gaat van jullie? Ja? Oké, jongens, succes. Oké, Wick, de beurt aan jullie. Ze hebben een tactiek besproken waar Wick op zoek is naar een vrijgezellenfeest en Robert aan de andere kant van de telefoon al een paar slokken te veel op heeft. Ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken, jongens. Hi, mag ik wat vragen? Ik heb heel stom ergens een vrijgezellenfeestje hier, maar het was bij het Nieuwscafé, maar daar is niemand. Maar mijn mobiel heb ik even thuis liggen. Zou ik 1 seconde even mogen vragen waar die is? Ik vind het een beetje eng. Ja. Als je mij het nummer geeft, ben ik op mijn mobiel, dan vraag ik waar die is. Ja. Is goed. Dat wil ik wel, maar dat ben ik zelf. Snap je dat? Ja, maar oké, is ook goed. Hoe heet je? Wick. En wie krijgt aan de lijn? Robert krijgt aan de lijn. Hi, met Robert. Hi, Robert. Je spreekt met Monique. Ik sta hier met Dick op de Dam. En Dick is jullie kwijt, maar ik ken Dick niet en die wilde mijn telefoon. Toen zei ik wil wel voor je bellen. Oké. Want hij kan niet komen opdagen nu. Wacht even, ik zet je even op de lijn spreken. Nee. Misschien hoort je. Wacht even. Ja, ik belde jou. Ik ben heel dom mobiel thuis vergeten. Dat is echt heel dom. Dat is echt heel dom. Kan jij eventjes zeggen in welk café je bent? Dan wordt dat gegoogeld. Hoe heet die Oos? Hey, met die boot. De Oldsteder. Ja. Zou ik je heel veel kunnen opzoeken? Ik zoek hem op voor ja? Je. Ja, nee, sorry, ik ben dan terug. Ja, nee. Ik begrijp het helemaal van. Ik ga de Oldsteder even opzoeken. Hij komt eraan. Oké, dank je. Jammer maar helaas, Wick moest zijn telefoon inleveren en zijn eindtijd is 3 minuten 36. Nu jij, Joost. 3,5 minuut ongeveer voorsprong inderdaad. Ja. Ik zou zeggen, probeer die 7 minuten aan te tikken. Mijn plan is dat ik een keer voor een gast ga. Een gast? Ja, ik denk dat een gast wat relaxter is. Zeg maar die vrouw van net van Wick,
was erg bangig. Gewaagde poging, maar ik zou zeggen, zet hem op. Nou, alles is in jouw handen. Nou, we gaan hier geld erover, baas. Kom op, elke seconde is een seconde. Deze is voor ons, deze is voor ons. Mag jullie iets vragen? Ja hoor. Ik heb een klein probleempje en dat is dat mijn telefoon niet echt meer bereik heeft. Zou ik jou een heel klein telefoontje mogen bellen? Wil jullie haast? Nee, totaal niet. Oké, top. Tony. Hey Tom, met Joost. Laten we even bij het begin beginnen. Rustig aan, kalm aan. Waar ben je nu? Ik ben nu bij de Dam. Je staat op de Dam, oké, dat is een begin. Ja, ik bel nu al 2,5 minuut, vriend, maar is goed. Heb je nog een minuutje? Hij zoekt het voor me uit. Oké, ik ga gewoon heel moeilijk nu de weg vertellen. Je hebt op de hoek heb je een Bavaria Café. Bavaria Café. Die zie je. Oké, dan ga je naar links. Volg je me nog? Herhaal me eens. Bavaria Café naar links. Dan gaan we rechtdoor, dan komen we bij Artis. Ik ga wel naar Artis ofzo. Sorry ouwe, het is echt een flapdrol. We kunnen ook gewoon een taxi, jou op de taxi zetten joh. We moeten de Uber pakken. Oh, maar ik moet wel ophangen. Ik kom naar Artis zo snel mogelijk, want zij moeten de Uber hebben. Oh, die jongens die moeten een Uber pakken. Vraag anders of je mee mag met hun Uber. Ja. Oké, ik loop even met jullie mee, ja? Ik loop even met jullie mee. Ja. Dit gaat 50 euro, maar dat wordt die jongetje lekker bezig. Jo, later. Hey, succes vandaag. Bedankt, jongens. Fijne dag. Jootje, ouwe baas. Gewoon ruim 10 minuten. Ruim, hoeveel precies? 14. Ze hadden al 7:20. Ja. Dan moeten wij minimaal voor 40 minuten gaan bellen. Het wordt even heel sneaky gaan spelen. Ik ben die dronken mogol. Ja. Nou, rek het uit. Rek het. Geef me onderweg, geef me feedback. Bop. Dezelfde tactiek als eerst. Gewaagd. Wie weet hebben ze dit keer meer succes. 14 minuten, jongens. Hey, sorry, mag jou het vragen? Ja. Ik heb een probleempje namelijk. Ik probeer mijn maat hier te vinden. Ja. Voor een vrijgezellenfeestje. Ja. Ik heb alleen mijn telefoon niet mee. Ja. Zou ik misschien 1 seconde even mogen bellen, dat ik ze even kan vinden? Ja hoor. Yo, Vic. Jezus, schat, ben ik blij dat jou spreekt. Ik ben mijn telefoon vergeten. Wat ben jij een eikel, zeg? Ja, snap ik. En waar ben jij nu? Ik sta op de Dam, maar we hadden afgesproken. Maar noem even het plekje waar je bent, want dan kan ik even jullie opzoeken. Even kijken, ken jij het Waterloo een beetje? Ja. Daar zijn we dus niet. Wij zijn bij de ballen, man. We zijn met een heel clubje al de hort op. We zijn al lang aan het zuipen. Fucking idiot. Ja, dat zal. Het is ook al vee. Ja, ik loop nu de kroeg uit. Mag ik mijn telefoon nog terug? Ja, één moment. Sorry man, dit is heel vervelend. Geef gewoon die telefoon terug, Robert. Als je ons die 50 euro dan ook gelijk inlevert, hebben we het nergens meer over. Het is wel heel ver. Hij moet nu gaan, dus je moet nu even iemand sturen. Dan moeten we even zeker weten dat je eraan komt dan. Ik ga iemand naar je sturen, maar waar ben jij nou precies? Ik weet het al. Yo! Wisselgesprekje. Wissel. Gefilterd goed, jongens. We zitten bijna op 19. Oh. 3 minuten. Nog 5. Nee, 14 minuten. Oh. Je moet even naar de Dam komen. Naar de Dam komen? Je moet even je maat hier ophalen. Hij staat gewoon tegenover Krasnopolski. Tegenover wat? Gewoon tegenover Krasnopolski. Ik stuur wel even locatie, daar moet je heen komen. Hè? Dat heb je nog lang weten te rekken, Robbie. Maar is het wel genoeg? Nou, Robbie. Jij moest bijna 14 minuten bellen om ons te verslaan. En ik kan je vertellen, je hebt de beste score van de dag. Ik weet dan ons 4 al. Maar met 10 minuten 40 zijn wij de winnaar! Yes! Triathlon! Ah, lekker! Zij hadden 10 minuten 40. 10 minuten 40, dat gaat erop. Ja, zeker. Komen wij uiteindelijk toch nog een paar minuten boven jullie uit. Ja. En dat betekent dus dat jullie ons 50 euro gaan geven. Hop. Oh, dat zou niet zijn. In ieder geval, vond je het nou een vette aflevering? Vind je geel geld erover zo dik? Wil jij misschien ook meedoen? Geef een opdracht en laat even weten. Wat moet je nog meer doen? Ja, vooral ook even laten weten voor hoeveel geld jij wil spelen. Ja. Daag ons uit! En wellicht zit jij volgende week wel tegen ons hier te strijden in Geldrovers. What? Misschien wil je wel beter om die twee. Tot volgende week. Later. Later.